Emmy Fondue presenteert Familie De Roo. Hey mam, waar zijn jullie? Hey schat, nou het is rustig op de weg, het schiet al aardig op. Over hoe lang zijn jullie hier? Maar hoezo willen jullie dat weten? Ja, heeft er toch geen puinhoop van gemaakt, hè? Ja, dat doet mijn zoon niet hoor, die is heel verantwoordelijk. Hey Janine, ze zijn er bijna. Het is alleen nog... Een troep zeker, ik kom er zo aan. Oké. Joehoe! Wat een puinhoop zeg. Heb jij het hele weekend niks opgeruimd? Ik was te druk bezig. Met het gamen zeker weer. Wat denk jij? Buurvrouw Janine, die lost het wel weer op. Maar ik zeg hè, de oude truc die altijd werkt, de oven. De oven? We zetten alles in de oven. Daar komt jouw moeder voorlopig toch niet. En klaar is Kees. We hebben dat zelf ooit een keer eerder gedaan. Jawel, ik werd op heterdaad betrapt. Maar een ezel? Het zou mij verbazen. Toch een beetje vertrouwen in je zoon. Zo, die is klaar. Joehoe, we zijn thuis. Nee, hey. Maar. Nou, Anneke, ik moet je toch gelijk geven. Helemaal toppie, Martijn. Hey. Ik zei het toch? Mam, ik heb honger. Ik heb zin in een kaasbroodje met ham. Daar heb ik een filmpje van gezien. Echt? Oh, goeie. Even kijken. Super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ga vandaag hamkaasbroodjes maken met Emmy Fondue. En je denkt natuurlijk, met Emmy Fondue kan je alleen kaas fondueën. Ah, niks is minder waar. Je kan hier nog veel meer lekkere dingen mee maken. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Dus, wat heb je nodig voor deze heerlijke hamkaasbroodjes? Natuurlijk Emmy Fondue. Bladerdichtplakjes, slagerachterham, een eitje en sesamzaadjes. We beginnen met het uitpakken van de bladerdeeg. We leggen het eventjes uit, zodat het bladerdeeg kan ontdooien. We gebruiken 5 bladerdeegplakjes. Dan gaan we nu de ham snijden in blokjes. De Emmy fondue die zit hierin. Gaan we hem even uitpakken. En er zit dus wat vocht in. Dat laat ik even in een bakje lopen. Ik begin met het snijden van repen. Dan snij ik deze nog een keer door de helft en dan is hij perfect geportioneerd. Dan gaan we beginnen met het vullen van de broodjes. En dan leg ik een stukje Emmy fondue op de ene helft van het plakje bladerdeeg. En daar overheen gaat wat ham. Vouw ik hem dubbel. Druk ik hem goed aan. En dan druk ik hem nog een keer dicht met een vork. En dan maken we nog eventjes een eitje los, want dan gaan ze mooi glimmen in de oven en worden ze mooi goudbruin. En dan nog voor de garnering een beetje sesamzaad. Ondertussen heb ik de oven voorverwarmd op 180 graden en dan gaan ze nu de oven in. Zo, en nu 25 minuten wachten. Hey, ze zijn klaar. Nou, dit is toch heerlijk. En het enige wat je nodig hebt is een pakje bladerdeeg, een eitje, achterham, een paar sesamzaadjes en natuurlijk Emmy kaas van nu. En dan is het echt smullen geblazen. Oh, schatten, wat lekker zeg. Ronald, zet jij even die oven vast aan? Ja. Martijn De Roo. Broodjes, schat? Ja. Valt me dat van je tegen? Sorry, was een slecht ideetje. Een ezel stoot er nooit 2 keer, hè? Tot de volgende aflevering.